Mijn naam is Naomi Amsa. Ik werk bij VRT Communicatie als Digital Content Creator. Dat houdt in dat wij beslissen wat er op onze online social media kanalen verschijnt. Dat gaat van idee tot uitwerking. En daarnaast staan we bij VRT ook voor een heuse rebranding. Dat is de nieuwe huisstijl van VRT. Houdt in nieuw logo, nieuwe kleuren enzovoort. En dat is zowel digitaal ervoor zorgen dat elk logo vervangen wordt, maar ook hier in het gebouw waar ik zelf nog elke dag verloren loop. Op de socials van VRT proberen we zoveel mogelijk verhalen te vertellen. Dat kunnen artikels, foto's zijn, achter de schermen, portretten van collega's, zoals van mezelf nu. Ik vond het heel leuk dat mij al vrij snel het vertrouwen werd gegeven om eigen Instagram-stories uit te werken. Dat is toch altijd spannend om zoiets online te zien staan voor zoveel volgers. Ik heb slavistiek gestudeerd en dus puur qua taal zou ik kiezen voor Russisch. Omdat Pools toch wel qua uitspraak moeilijker is en ook meer grammaticale uitzonderingen heeft. We zijn net verhuisd, dus toen was ik een beetje meer into interieurstyling. Maar ja, je kunt maar één zetel kopen en je kunt wel 10 kleedjes kopen, dus ga ik toch voor mode. In de zomer een iced matcha latte en in de winter een warm chai latte. Voor mij persoonlijk Instagram, dat is mijn favoriete kanaal. Ik was vroeger ook zo'n Insta-foodie, maar nu heb ik geen tijd meer om mooie foto's te trekken van chique gerechtjes. En voor het werk natuurlijk TikTok, dat ben ik volop aan het exploreren en ga ik de hulp voor inroepen van heel veel VRT-collega's met meer ervaring daarin. Ik zou echt iedereen aanraden om te komen proeven van die mediawereld. Dat kan bijvoorbeeld net zoals ik via de digitale ervaringsopdrachten, waarbij VRT elk jaar op zoek gaat naar 20 getalenteerde jongeren om mee te komen draaien op de werkvloer. Als ik met iemand van jobs zou kunnen wisselen, dan zou dat met u zijn, mijn collega Charlotte achter de camera, omdat ik ook super graag video's wil leren monteren. Nu, als jij je job wil behouden, dan wil ik ook wel festivalreporter worden.